beetje smerig dat je al die benen in beeld ziet eigenlijk, als je erover nadenkt. Al het haar. Ah! Jargon! 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 Ik zie hoe visie is. Nee? Kijk. Gadverdamme! Gadverdamme! Ik kan er niet eens doorheen kijken. Heb ik nog nooit gehad, man. Waar is de bril nog nooit gehad, man? Nee! Hoe is less likely to clean his glasses? Ja, ik moet even zoeken. Ja, zoek. Ja, we gaan vandaag beginnen met de who's most likely to challenge. En daarvoor wil ik als eerste even iets zeggen. We hebben aan jullie gevraagd of jullie dingen konden achterlaten op Instagram. Oh god. Ik heb nog nooit zulke slechte vragen gezien. Ongekend. Who's most likely to? Mark is dik. Who's most likely to? Kaas. Kaas. Die vond ik goed, die vond ik wel leuk. Baard scheren. Hoe's lijkt niet toe, spelen potje FIFA. Hoe's most likely toe, baard scheren. Met een T, baard. Nee. Nee, vraag je trouwens vast af, waar zijn Milo en Rob? Nou, Rob is naar de topper. Helemaal geen en Milo die is, ja. Nou, laten we zeggen dat Milo niet stil zit deze dag. Oké, okay, we hebben een kop. Weet je wat ik trouwens echt wel een keer als bankje de video wil? Dat we met z'n allen gaan reageren op de DM's van Milo. Ja. Ja. Maar dan gaat hij denk ik niet meer op. En op de Tinderbericht. 10.000 likes. 10.000 likes en wij krijgen toegang tot Milo's. Dus kijk elke keer. Hij edit dit dus. Hey, Milo. Wie gaat er beginnen? Jij. Jongens. Je hebt het kommetje vast. Vraag 1. Komt ie, zijn we klaar voor? Zeker. Who's most likely to? Het rijbewijs afgenomen worden. Ja, ik had het al, dit is toch geen ding. Even ter verdediging van Milo. Nee. Ik ben niet meer. Ik zit er zo. Jouw auto kan 600. Dus je gaat een keer te ver gewoon. Je zegt nog laatst dat je 220 hebt gereden. Weet je wat, Milo gaat geen 220 rijden. Weet je wat Koen dus doet? Als hij aan het rijden is, nou, dan heeft hij. Oh, ik moet even een appje sturen. Ja, hier. Vraag je aan mij of Noord naast hem zit. Kan je met stuur vasthouden terwijl je aan het rijden bent. Who's most likely to seks hebben in een openbare plek? Zo. Ik heb hem nou teruggegooid. Dit is makkelijk. Oh ja, kutzooi. Ongekend. Ik heb hem teruggegooid. Raoul. Oh ja, maar ik ga het zoeken. Nu ga je sowieso praten over dat al een keer gebeurd is. Laten we hem maar afknippen dat hier. En dan is hij alleen thuis, weet je wel. Dat is hij van, chickie, zullen we anders even gewoon in de tuin. Op straat doen? Het is dat Mark geen Tinder heeft, anders zou je het niet al gedaan hebben. Who's most likely to zijn vlucht missen voor een vakantie? Ah, die is niet zo obvious, ja, die weet ik wel. We moeten toch eerlijk zijn, we moeten eerlijk zijn. Maar waarom? Wat heb jij? Ja, we moeten eerlijk zijn, ja. Ik heb Mark. Koen! Hij gaat nooit mee. Maandag ga ik meemaken. Ja, ik heb mannen nooit op tijd is gekomen. Oh. Fuck you! Volgende vraag! Volgende vraag! Zo! Ik ben trouwens best wel vaak op tijd van. Ja, klopt. Ja. Who's most likely to made in an expeditie Robinson? Ik heb Milo. Ik heb Raoul. Ik heb Raoul. Ja, ik heb Raoul. Zijn kamer is een smerige tattoo. Hij heeft een tattoo, man. Die man die heeft een tattoo. Jij bent de enige die het oprecht wel zou kunnen, denk ik. Dankjewel. Ik kan niks bevestigen, nog ontkennen. Ja, dat who's most likely to sterf aan een overdose chips? Nou, ik weet deze al wat het gaat worden natuurlijk. Ik heb Mark, want Mark houdt wel een klein chippie. Matthijs, 100%. Mark, houd dat ding nou even voor je hoofd. Maar je ziet maar in veiligheid, ja. Nee. Ik heb Mattie, naar die nebbes vertrouw ik hem niet meer. Ik had Matthijs. Dat is echt, ik had Matthijs. 8 jaar geleden of zo. Ik vreet echt af en toe een klein chippie, dat wel. Who is most likely to? Iemand een doodschop geeft bij voetbal. He knows. Wij waren dus bij dat Feyenoord personeelstoernooi en we verloren. En hij kan kort zijn en haalt gewoon in 2 wedstrijden gewoon een werkje van Feyenoord gewoon van achter keihard onderuit. Ik heb Milo. Meer omdat hij dan de bal probeert te raken en misgaat. Ja, en iemand anders zijn enkel breekt. Dat vind ik wel. Ja, maar achteraf. Heb je het Ik ben echt heel erg aantechnisch. Jullie overschatten mij. Wat een. Wordt kaal. Who's most likely to word kaal? Wordt met DT ook. Dat klopt. Ja, dat klopt niet. Nee. Het loopt hard. Dat klopt niet. Nou, dat klopt niet, toch? Voor de meme dan maar. Ik heb Milo. Hoezo? Ja, Rob heeft misschien grotere inhalen, maar als je kijkt naar waar Milo nu is en een jaar geleden. Ja, maar iedereen weet dat Milo kaal wordt. Dat is ook niet wie wordt kaal, hij is eigenlijk al kaal. Ja. Hoe is maar... Ja, maar is hij nee, toch... Nee, hij is kaal. Milo is kaal voor zijn eigen. Milo is al kaal, maar hoef je nog te verbergen, zeg maar. Who's most likely to vergok al zijn geld? Dat was erbij. Hij doet het. Hij doet het. Ja, ik zie het echt niet gebeuren bij een van ons eigenlijk. Nee, ik ook niet. Als het gebeurt... Behalve als Rob is hartstikke op zijn geld.
Oké, okay, staat op zijn money. Net van Pieter. Niemand zou dit doen bij ons, denk ik. Dat denk ik ook niet. Hoe is Mos Lely toe een tattoo van zijn favoriete club te zetten? Ik heb Mark. Oké. Ik zie Mark. Arsenal tattoo. Mark, ze kunnen nog uit Arsenal nou lopen. Nee. Mag ik een goed argument geven? Ik heb Koen. Ja. Het polopetje heeft hij al. Dus eigenlijk is alleen de Feyenoord tato nog. En een zakje coke in je zak. Ja, dan ben je toch gewoon een ras Feyenoorder. Nou, laten we hier maar niet... Ik heb Roel, want... Ja. Hij is de enige met een tato. Ik een Ajax tato. Oké, hoe is Mos Lely toe eindig onder een brug? Ja, dat vind ik best wel lastig. Dat vind ik lastig. Even ja, ik wil gewoon graag even verwijzen naar mijn diss-track. Al moet ik natuurlijk wel zeggen dat je met een 8.6 je wiskunde wel gewoon... Dank u, mensen! Heel... Ik ga veranderen. Dank u. Twijfel, denk aan Mark. Ik heb Mattie. Ik heb Mark van... Ik heb Milo. Ik denk oprecht dat Mattie niet voor zichzelf kan zorgen. Trek zichzelf af onder de toes en de bank zit in vakantiehuis. Oké, deze wil ik niet. Wie hebben we? Milo. Ja, dit is namelijk gebeurd. Dus ja, dat is best zo moeilijk. Ja, kijk, een man heeft behoeftes. Hoe is Mos Lely toe seks hebben en iemand anders zijn kamer? Oh. Wat maar Roel. Nee, ik heb mezelf. Ik heb ook Koen. Ik zou dat doen hoor. Lekker man. Koen heeft al in mijn kamer iets gedaan wat ook niet chill was. Koen heeft ook volgens mij een keer iets verteld over een huisfeestje wat niet bij jou thuis was, dus dat was dan ook... Drie keer prikken nou. Drie keer prikken nou. Hoezo ik? Ja. Hey. Porno setting is gewoon op elke kamer, dus daar is ook Mark. Kijk, een Airbnb'tje van Mark. Zieke. Emigreer naar een warm land. Dat vind je echt een kutvraag, volgende. Oké. Okay. Stem op de PVV tijdens de verkiezingen. Ja. Allemaal Koen. Wat heb jij? Milo. Want Milo is er helemaal met die Baudet en zo, dat vind ik helemaal geweldig. Dat is toch gewoon geen wil. Ja, ja, van de democratie. Gewoon, ik heb letterlijk nog nooit iets wat ik wil eens goed gevonden. Nee, wij wel dan. De meest linkse partij ooit. Ik ben echt het meest pro-VVD van het allemaal volgens mij. Maar toch bedankt man. Bedankt. Who's Mos Lely to? Neem met een rijke, lelijke chick alleen voor de geld. Wat heb je? Mark! Kom, YouTube geld moet ik niet hebben. Grab een vrouw bij de reet in het openbaar. Unaniem. Nee, helemaal niet unaniem. Wat tijd zegt mij. Waarom heb je Raoul? Ik heb het namelijk zelf meegemaakt, dus ja... Hey Raoul, hoe zeg je in het Spaans dat ik er in de reet wil neuken? Hoe is het lijkt niet toe? Kots in de wasbak. Dat is een gevoelig onderwerp dit. Dit is echt een levenskwestie voor ons, hè? Dit is ook echt waar we echt zo mee bezig zijn. Man, en Mattie en Mark! Ik beken. Ik was het niet, de Mark. Ja, ik was er niet bij, dus ik weet het niet. Schaamte. Ja, maar hoe is Mos Lely toe? Ik zeg niet dat jij het was bij Rob. Maar ik zei, als het nog een keer gaat gebeuren... Bij Rob was het Milo, alleen... Het was niet Milo, het was Mark. Oké, het was toch Mark. Ik denk dat het Milo was. Ik vertrouw Milo gewoon niet. Frank? Kan ook. Nee, was niet. Nee. Hoe is Mos Lely toe? Hoofdrol krijgen in een pornofilm. Missionaris Mark. Mark met zijn enorme vleeslul. Ik heb Milo. Je kent wel die pornofilmpjes van First Time, weet je wel. Dat is ook voor Milo zo. Ja, mijn tweede keuze was Koen, want dan weet ik al een goede naam. Tijd voor een D en een P. Nee, dan lacht het maar uit. Dat best wel leuk eigenlijk. Een D en een P. Double and a penetration. Oh my god! Oh. Nee? Geen ongelijkje jongens. Milo. Like als je wil. Oké, hoe is Mos Lely to stoppen met YouTube? Dus mij doen die best wel verschillende antwoorden. Ik heb Milo. Ik heb ook Milo. Ik heb Matthijs. Ik heb Rob. Geen idee. Ik wil gewoon geen Milo doen. Drink een biertje om 9 uur 's ochtends. Rob, laatste om 10 uur. Ik heb Mark. Wat vind jullie van Mark? Ja, ik heb toch Rob, omdat ik een zielig van van Mark. Hoe is Mos Lely toe bij iemand anders thuis alles onder kak? Kakken. Leo, ja. Waar is Leo zwaar? Alles ingespeerd met kak. Hier, met vegen zo, op de muur. Wat? Ja! Jongen, ik ging naar Mark naar de wc bij ons feestje. Zo! En proef ik was echt een kak. Dit heb deze nee, dat is waar, Mark! Nee, deze waar! Rijd in een leasebak voor de rest van de week. Kunnen we deze niet gewoon overslaan? Zullen we deze overslaan? Ja. In 3, 2, 1. Hij heeft Milo. Milo? Hij pakt weer zijn kans om Milo even te doen. Who's Mos Lely? Who's Mos Lely? Mosby? Lieke? Who's Mos Lely to Google? Hoe kun je jezelf het beste aftrekken?
Ik denk dat Mino echt samen met jou echt veel aftrekt. Oh, nou. Ja, kijk, we weten allemaal dat Matt bepaalde dingen bij zijn opvoeding niet heeft. Hey, jij hebt mij gedaan! Heb jouw vader je uitleggen hoe je moet aftrekken? Nee, is natuurlijk instinct. Oké. Ik was ook 6 toen. Who's most likely to kinderen krijgen? Ja. Ik heb Marco. Ik denk dat Marco een condoom vergeet. Ik heb Matt. Over een jaartje of zo, maar ik ben wel klaar voor, toch? Lieke, als je dit kijkt. Mensen. Helaas is de camera uitgevallen, maar de vraag van Matty was, wie sport het lijkt me een kutje? Moet je even kijken. Dit is letterlijk een kutje. En ik zei Mark, dit is Mark of nee. Mark? Ik vind het echt smerig dit. Ik heb geen idee. Jongen, je ziet wel duidelijk dat het kutje hier zo gaat, en dan niet zo. Raar kutje zo. Gratis spullen meegraaien uit een hotel. Ja, dit is ja, echt die is heel makkelijk. Echt de allersimpelste ooit. Dit is echt een makkelijkste ooit. Ik ken deze video. Ik heb Matthijs. Ik heb ook Matthijs. Ik heb ook Matthijs. Milo. Ja, nou ja, die slippertjes zijn best lekker die er al in. Ja, dat zijn niet genoeg. Who's most likely to? Ja. Even een ongelofelijke vleeslucht. Ja, dit is een hele simpele. Jij hebt een bloedlul, dus dat helpt niet mee. We hebben allemaal Mark. We hebben allemaal Mark. Hij weet het zelf. Mark, waar je naar bent. Oké, gaan. Ja. Jargon! 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 Jargon!